De Surinaamse Chef Association, SCA, heeft vanmiddag voor de vijfde en tevens laatste keer een barbecue en car wash georganiseerd. Deze activiteit is als onderdeel van de fundraising voor deelname van het culinair team aan de wedstrijden later deze maand in Miami. De barbecue en car wash is gehouden bij de parkingspot aan de Wilhelminastraat. Volgens Rosita Leeflang, secretaris van de SCA, zijn deze fundraisingsactiviteiten bedoeld om het culinair team dat uit 7 leden bestaat in Miami te accommoderen. We zijn aan het fundraisen voor de chefs deelname aan de Taste of the Caribbean. We vertrekken op 19 juni, dat is dinsdag, vertrekken we naar Miami om mee te doen aan de Taste of the Caribbean die op 22 juni begint. We hebben de afgelopen jaren hebben we wat prijzen in de wacht kunnen slepen, sowieso goud en een speciale prijs voor het gebruik van onze inheemse producten. En we verwachten dit keer dat we ook wel weer terugkomen met verschillende zilveren en gouden medailles en de speciale prijs. Leeflang zegt verder dat de groep nog niet alle financiële zaken rond heeft. Maar dat zal de pret niet drukken, benadrukt ze. Suriname is van plan weer hoog te scoren tijdens de Taste of the Caribbean in Miami, geeft de secretaris aan. We mogen niet, zeker niet ontevreden zijn en dat zijn we ook niet. We hebben in de afgelopen maanden, vanaf februari, hebben we keihard getrokken om het geld bij elkaar te krijgen. We doen onze eigen fundraising, maar we mogen ook zeggen, we hebben ook sponsoren die in ons geloven. Grote sponsoren die zeggen, ik geloof in het Nationaal Culinair Team. En die geven ook. En dankzij die sponsoren en natuurlijk onze eigen fundraising zijn we er dichtbij. We zijn er nog niet helemaal, maar we geloven en weten dat we het wel gaan halen. Tot zover Rosita Leeflang, secretaris van de Surinaamse Chef Associatie. Onze nieuwsdienst sprak haar vanmiddag op de parking aan de Wilhelminastraat, waar de vijfde, tevens laatste fundraisingsactiviteit van de organisatie is gehouden. De chefassociatie bestaat uit het Nationaal Culinair Team en het bestuur dat de fundraisingsactiviteiten heeft georganiseerd. Het culinair team vertrekt op 19 juni richting Miami voor de Taste of the Caribbean en die start op 22 juni.